Welkom bij een gloednieuwe video, dames en heren. En in deze video is de hoogste tijd dat ik Melody ga oproepen. En wie is Melody? Inderdaad, de nieuwe knokker die ik laatst heb unlocked. En ik ben dus heel erg benieuwd wat ik eruit kan krijgen. Weet je wat? Laten we gelijk gaan beginnen. En like vooral even allemaal deze video, mensen. En abonneer zeker dikke naam en belletje aan. Anders komt Melody straks achter jou aan. Dat wil je niet hebben. Dus 3, 2, 1. Laten we gaan beginnen. En terwijl we daar in de game zitten, hebben we ook een paar dingen die kunnen unlocken. Maar buiten de XP die we gaan unlocken, laten we even wachten met de rest, oké? De eerste die we gaan doen is Solo Showdown. Het schijnt zo te zijn als je 3 keer met Melody wint, dat je haar zo op die manier kunt oproepen. En elke potje, dat is eigenlijk wel het mooie. Elke potje kunnen we ervoor zorgen dat we er iets mogen openen. Daar zitten we dan hoor. We zitten in de game. Melody. Oké, daar gaan we dan. Woe. Oké, eens even kijken. Zo. 1, 2, 3. Let's go. Oké, dus die melodieën die zijn ook om jezelf te beschermen. We moeten een beetje uitkijken voor die muren. Oké, maakt niet heel veel uit hoor. Maar oké, daar komt dinges aan. Laat het maar komen. Laat maar komen. Zo. Oh, pas een beetje op. Oh, dit gaat niet goed. Zo, ik moet wel even wennen met Melody of zo. Ik weet niet wat het is. Laat het maar raken. Zo. Woe. Oké, en ondertussen is hij weg aan het vluchten. Laten we niet gebeuren. Zo, die hebben we in ieder geval alweer neer. We komen weer de volgende tegen. Laten we gaan eventjes hier doen, ja? Hoppa. Zo, dit is wat we doen. Oké, laten we wegwezen hier. Oh, nee. Oké, we hebben het niet gehaald, maar we mogen iets openen. Ik moet echt even verder met Melody. Op zich was het derde geworden. Is ook niet heel slecht, maar voor rank 2 is het wel slecht. Maar dan kon ik zo met wennen aan deze knokken. Die andere knokken snap ik allemaal wel. Het eerste potje is nog niet zo gek iets gebeurd of zo. Maar oké, laten we even hier uit de winkel halen. Oké, wat zit er allemaal in de winkel? Ik wil iets gratis hebben, maar oké, waar is het gratis dan? Ah, hier zijn dingen die gratis zijn. Ah, kijk, super. Laten we even al die munten gaan pakken. Moet ik eerst eens gaan kopen dat ik iets gratis kan krijgen? Ja, daar gaan we niet aan doen. Maar we kunnen even dit openen. En wat zit hier eigenlijk in? Oeh, oké, we hebben een upgrade kans. Dit is normaal. Ja. Zeldzaam, zeldzaam, zeldzaam. Het is niet heel speciaal tot nu toe. Maar oké, 50 munten. Karig. Laten we dit keer wel even een potje winnen. Want we moeten 3 keer aan de rij winnen. Alleen ik heb wel een beetje het idee dat het niet echt een map is voor dinges. Hoe heet het nou? Voor Melody. Ik moet even die naam even leren kennen. Maar ja, ik ben gewoon slechte namen. Accepteer dat. Oké, dan gaan we deze proberen te openen. En hopelijk kunnen we erbij. Oké, daar gaan we dan. Ja, oké, super. Oh, daar komt iemand met een belletje aan. Oké, laten we even wegwezen hier. Sorry hoor, maar oh, we worden door 2 mensen achterna gezeten. We moeten toch eerste worden. Dan kunnen we nooit winnen anders. Oké, dat is Leon. Oh, pas een beetje op. Zo. Woe. Oké, daar gaan we dan. Let's go. Oké, Leon hebben we ook te pakken. Melody is best wel sterk. Je moet alleen even wennen met Melody. Dat is een beetje het ding. Maar vooral die surrounded music dingen zijn best sterk. En ik zie al 2 van die dingen liggen. Ik heb het idee dat er een val is, of niet? Oké. Woe. Laten we snel wegwezen hier, voordat we de shark zijn. Dat moeten we niet willen. Oh, daar is Frank. Oké, laten we even wegwezen van Frank. Frank is blij. Oké, daar gaan we dan. Woe. Let's go. Oké, die Frank is niet van mooi te pakken genomen. Oh, maar die, ik zeg het heel eerlijk, hè, die muzieknootjes die vallen ook echt niet op of zo. Oké, daar gaan we dan. Woe, daar gaan we. Let's go. Oké, showdown. Oké, laat ik heel even hier weglopen. Een klein beetje healen. Ja, super. Oké. Ah, daar is hij hoor. Oké, die gaan we niet weg laten komen, vriend. Wat denk je wel niet? Zo, dit is wat we met jou doen. Eerste victory. En natuurlijk heb ik vuur gehad, want ik heb gewonnen. En we zijn level up geworden. Kijk eens, 4 keer op een rij gewonnen, jongens. En dat betekent XP. Maar we moeten natuurlijk meerdere dingen doen. En nu gaan we de edelsteentjes graaien. Als we deze winnen, mogen we door naar de volgende map. Oftewel de volgende game modus. Ik moet het wel goed zeggen. En huh? Mijn schermredden is nu wel te flikkeren. Nou ja, in ieder geval was het net niet zo. Maar je moet ergens beginnen. Goed, weet je, laten we gaan beginnen. Oh, dit is met die trein. Oh, dat is wel handig. Pas een beetje op. We worden al gelijk weer aangevallen. Dit is wat we met jou doen, hè? Hoppakee. Dat denk je wel niet. Zo, nou, we zijn in ieder geval sterk genoeg. Laten we proberen dat we de eerste plek gaan pakken. Plus de sterrenbonus. Zodat we gewoon de held zijn of zo van de game. Ja, let's go. Dit is wat we doen. Oké, lekker man. Oké, deze gaan we ook even mooi pakken. Ja, let's go. Oeh, pas op. Snel weg. Oeh, we moeten oppassen hier. We zijn bijna neer. Dat is niet de bedoeling. Oké, laten we zorgen dat we even helen. Want als we niet geheeld zijn, dan worden we echt straks geraakt. Ja, dat willen we niet. Goed, weet je. Ja, oké, dus we moeten die kanon pakken, hè. Let's go. Dit gaan we niet laten gebeuren, jongens. Woe. Oh, pas op. Oh, ik moet echt even wennen, want dit was echt een domme zet. Oh, en ik word vertraagd. Oké, dat klinkt logisch. Oké, we moeten nog 1 edelsteen hebben. En met die ene kunnen we wel zorgen dat we die victory gaan pakken, man. Oké, ja, let's go. Oké, aftellen is geblazen, jongens. Niet meer vechten, kom, terugtrekken. Dude, wat doe je? Oh, je bent ook niet de slimste, hè? Weet je, ik neem alles zelf wel. Kijk, dit is wat we doen. Let op, we gaan even aftellen. 15, 14. Ja, waar zit ik verstopt, jongens? Oké, daar gaan we dan. Let's go. Rustwaarschuwing. Oh, mag je niet rusten? In ieder geval, ik vind dat ik gewonnen heb. Ook de tweede potje hebben we gewoon gewonnen, ja? Want eerlijk, we zaten gewoon af te wachten. En oh my god, mijn scherm begint te flikkeren. Wat is dit nou weer voor iets? Weet je, we gaan even de gevarenzone doen. De laatste missie, als we deze winnen, dan gaan wij op zoek naar Melody. Dat is Melody echt in de buurt, gewoon in real life. Laten we even proberen voorzichtig te zijn. Ik zie bommen. Ik weet niet wat die bommen hier doen. Laten we een beetje voorzichtig zijn. Oh, pas een beetje op. We beginnen weer gelijk aangevallen te worden. Hoppa. Oké, toch handig. Oeh, gelijk die aanval. Maar goed, hey, we zijn weer back, jongens. Oké, dit is wat we doen. Hoppakee. Nou, tijd om te capturen, man. Oké. Zo. Woe. Oké, laten we voorzichtig zijn. Uh-oh, pas op. Oké, even snel weg. Zoekdekking. Let's go. Oké, we zetten stop. Mooi. Tik, laat even zorgen dat je die even mooi aanpakt. Terug. We moeten terug even veroveren. Anders winnen we niet. Met z'n drieën. Oké, eentje moet verdedigen. Dat zou tof zijn. Let's go. Woe.
Oké, we hebben chain jump. Hey, lekker man. Oké, daar gaan we. Oké. De eerste gaan we veroveren. Oké, capture the flag, man. Oeh. Oké, snel weg. Oké, we zijn weg. We zijn weer aan zet. Maar we moeten zorgen dat wij weer even aan zet komen. Goed zo. Oké, in ieder geval, we hebben alles weer even genekt. Of tenminste, Tik heeft dat gedaan. Let's go. Oké, we hebben bijna de capture. Want als we deze hebben veroverd, dan moeten we op zoek gaan naar... Oh mijn god, de beschermer ineens te flikkeren. Dat is wel heel random. Goed, weet je, laten we niet te veel focussen. En het lijkt alsof we dingen zien, maar ja, ik ben zo gefocust op potje. Maar we hebben dit gewonnen. En dat is top. Nou, we hebben even een mooi hoogtepuntje hier van de game. Ik zit er helemaal niet in. Maar oké, duidelijk. Ik ben de meeste genezing. En ja, de meeste uitschakeling heeft Tik gedaan. Lekker man, toxic te zien. En we zijn weer level 5 geworden. Let's go. Dus even een mooie overwinning. En oké, mijn scherm begint. Oké, mijn ding is uitgevallen. Oké, mijn tablet is ineens offline. Wat? Waarom staat er offline in beeld ineens? In ieder geval, het is duidelijk. We moeten op zoek gaan naar Melody. En het is de hoogste tijd om het nu te doen. Oké, dames en heren. Wij zijn aangekomen bij het bos waar Melody dus ook zich bevindt. En oh, ik weet echt niet wat ik hier kan verwachten. We gaan er gewoon lekker op af. Ik ga zo even de deur uit en ik ga op zoek naar Melody. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Gaat ze lief zijn? Gaat ze geïnvadend zijn? Ik weet niet, maar in Brawl Stars vond ik het een beetje apart eigenlijk. Want ik speelde met haar en het voelde gewoon net alsof ik met haar interactie had of zo. Ook al is het natuurlijk niet zo, hè. Maar het voelde gewoon wel zo, op die manier zo. Dus weet je, we gaan lekker de auto uit en ik ga lekker erop af. Deze eigenwijze jongen vond het dus heel erg nodig om Brawl Stars te spelen. En ik moet een beetje zachtjes praten, want de hele buurt slaapt hier zo wat. We gaan dus lekker op zoek naar diegene. Hoe heet die persoon ook alweer? Oh ja, Melody. Ik vergeet altijd die naam of zo. Ik weet niet wat het is, maar we gaan wel lekker zoeken, man. Oké, en als het goed is, moet Melody hier ergens zijn, denk ik. Tenminste, één ding is wel een feit. Ze zal in het bos zijn. Ja, waar anders. Dus we gaan gewoon lekker erop af. Het is een beetje aan het regenen. Maar gelukkig valt het wel heel erg mee met de regen. Weet je, we gaan lekker doorlopen. Oké, dames en heren. Ik zei gewoon lekker te wachten. Het is echt gewoon, oh my god. Ik word gewoon gebeld door Melody. Weet je, laat ik even de telefoon opnemen. Ja, zoals ik al zei, je mag niet zomaar Brawl Stars spelen om 3 uur 's nachts. Maar oké, we hebben het wel gedaan. Hallo, je spreekt met Delano. Oh, wauw. Wat is dat voor instrument? Oké, Melody is dus letterlijk aan het zingen toen net. Oké, duidelijk. Dus ze zegt niks tegen mij, maar ze is een liedje aan het zingen. Ze is aan het fluiten. Ik weet niet wat ik kan verwachten als ik dat zie, maar tot nu toe klinkt het wel heel positief. Maar hè? Het leek alsof het geluid ergens vandaan kwam. In ieder geval, het kwam uit de telefoon, maar alsof het ook ergens in de verte vandaan of zo kwam. Ik durf het niet te zeggen. Maar in ieder geval, ik heb het idee alsof ze in nostalgie zweeft of zo. Jullie mogen het liedje gaan raden. Hoe heet het liedje? En degene die het goed heeft in de comments, kijkt een hartje. Ik zweef in nostalgie. Want jij bent er niet. Als je nu in de comments zegt van wie het liedje is, dan krijg je een hartje. Laat ik voortaan niet meer gaan zingen, want het klinkt echt niet. De enige die ik even laat zingen is de persoon die dit liedje heeft gemaakt. Ik ben ook niet zomaar van plan om een parody erop te maken of zo. Of moet ik er wel een parody op maken? Jullie mogen beslissen. Zou ik er een parody op dat liedje gaan maken? Ja of nee? We zijn in ieder geval aangekomen bij het water. En oh, ik weet echt niet wat ik hier moet verwachten. Maar oh my god, mijn camera staat ook helemaal niet goed scherp. Omdat het gewoon overal aan het regenen is. Ja, in ieder geval, het zal wel goed zijn. En wacht, wat is dat? Het komt daar vandaan. Ik hoor het gefluit weer. Hè? Moet ik erop afgaan of niet? Oké, weet je, we gaan er gewoon lekker op af, denk ik. Maar ik vind het heel raar dit. Hallo? Is er iemand in het bos of zo? Waarom hoor ik een fluit? Ik begrijp er helemaal niks van. Maar in ieder geval, het is wel weer duidelijk dat er iemand op het fluiten is of zo. Blokfluit, ik weet het niet. Het klinkt mooi, maar is dit een manier om me af te leiden of niet? Dat is lekker in het bos aan het lopen en... Ik zie er. Wacht, ze is gewoon letterlijk weer aan het spelen op de fluit. Oké, nu klinkt het wel heel mooi, denk ik, maar... Hè? Dit is wel heel erg duidelijk, dit. Ik weet niet wat ik hier moet verwachten, maar ik hoor gewoon letterlijk gefluit. En het stopt ineens. Wacht, wat heeft dit te betekenen? En, oh my god, ze zit me letterlijk aan te kijken nu. Wacht, wat? Oh, dit is echt heel erg eng. Snel, weg. Oké, mensen, we moeten snel wegwezen. Oké, guys, we zijn zojuist teruggekomen bij de auto. Ik denk dat de hoogste tijd is weer lekker naar huis te gaan, want oh, dat was echt heel erg eng. En is de Melody achter me aan? Ze begon echt schattig te worden. Ik begon het te mogen en ineens dit. Jammer dit. Maar weet je, mensen, bedankt voor het kijken. Like, abonneer en ciao.